heeft alle kruiddampenwaar opgetrokken. Hij is de reverse grip pole heeft gekregen achteraan de laatste rijders. Gisteren een flink aantal uitvallers. 7 in totaal. De voornaamste was Alex Peroni. Mooi zo met al die lampen achter. Hij lanceerde over de sausage curbs en parabolica die daar inmiddels is weggehaald. Ik zie ook wel zon in Italië. Voorlaatste sprintrace van 2019 voor de Formule 3. We zijn op het circuit van Monza. Temple Speed, Fabio Scherer en naast de Liam Lawson. En in Assen hebben we de Cathedral of Speed. En weg zijn we. Een hele goede start van Jake Hughes die meteen daar naast Scherer terecht komt. Lawson niet zo goed weg. Wordt verschaft op de jets. Jake Hughes als leider de eerste chicane in. Dat lijkt het wel. Hij is verschoord. Papa? Dat is niet. Ja. Kijk eens in deze beker. Ja. Prima, ze schiet af. Wat zand. Ook Lawson haalt nu niet. Maar Hughes heeft het al op z'n dag samengekeurd. En dan is Snowda meteen naar 3. En de voorzitter ook te goed bij op P4. Voor de jongens tussen 2. En bij motorsport rijden ze op 4 en 5. Kom als thuis dan nu voor ons. Geen Prima bij de eerste 5. Oh, netjes. Dat is gewoon hier. Knap. Is goed bezig dit weekend. Voor de eerste keer onder die oude kopbaan door. De derde chicane. We hebben een plekje verloren helaas. Buitenlijn, Tsunoda aan de binnenkant en Twix zou Scherer naar buiten, ja die gaat zelf op het